चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट कज गान. That is the चौथी भक्ति, the fifth form of भक्ति. And what zegt Ramcharitmanas erover? चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें. Tulsidas described that the चौथी भक्ति is भगवान के गुणों का गान करना, भगवान के गुणों को सुनना, भगवान के गुणों को बखान करना. क्यों हमें बखान करना है? क्योंकि भगवान के गुण सभी दोषों को दूर करते हैं. भगवान के गुण गान करने से, भगवान की कथाएं सुनने से और बोलने से, क्योंकि यहाँ गुण गान के महत्व है, दुख और नरक से हम निकलते हैं. कथा सुनना बहुत अच्छी बात, लेकिन भगवान के कथा सुनकर भगवान के गुणों का प्रचार करना, भगवान के गुणों के बारे में मनन करना, सोच उनके उसके बारे में सोचना, वो हमारे दोषों को नाश करते हैं, हमारे जो दुख है उसको दूर करते हैं, हम जो नरक में हैं उस नरक से हमें निकालते हैं. The eigenschappen die भगवान in zich heeft, wij kennen heel veel stotters waarin भगवान beschreven wordt, wat भगवान is, wie भगवान is, wat भगवान die kan betekenen in ons leven. Dat zijn de gungaan, zoals dat in het Hindi zo mooi heet. भगवान के गुणों का बखान करना, the het besingen van de eigenschappen van भगवान, het besingen van de kwaliteiten van भगवान. Dat is de vierde bhakti, in het kort gezegd. En wat doet het besingen van de kwaliteiten van भगवान met ons? Het besingen van de kwaliteiten van भगवान, dat maakt dat wij al onze slechte, negatieve eigenschappen die we in ons hebben, die verdwijnen daardoor. Want door het bezingen van de kwaliteiten van Bhagwan vullen wij onszelf met de kwaliteiten van Bhagwan. Want wat wij voor Bhagwan opzeggen, in feite zegt Bhagwanji, dat zeg je eigenlijk voor jezelf op. Je wenst dat voor jezelf. Daarom zeggen we Binusat Sangha Vivekana Boy. Als we in een goede gezelschap verkeren, dan krijg je de goede eigenschappen van het verkeren in een goed gezelschap met je mee. Als we omgaan met, een voorbeeld, ik weet niet, met een dief, zullen wij geheim ook een dag iets een keer gaan stelen. En misschien maken we dat ons beroep van. Dus daarom is het zo belangrijk om over de kwaliteiten, de goede kwaliteiten, die kwaliteiten zijn eigenlijk altijd goed. Dus goede kwaliteit is goed. Als over de kwaliteiten, de eigenschappen die Bhagwanji in zich heeft, daarover praten, lezen, praten en daarover nadenken, dan wensen we dat, dan vullen we eigenlijk, of wensen het niet eens, we vullen ons zelf met die goede eigenschappen van Bhagwanji. En dat zorgt ervoor dat wij verlost worden van ellende, dat wij kracht krijgen, dat wij denkvermogen krijgen om met problemen waarmee we te kampen hebben, om daar een oplossing in te vinden. U krijgt kracht om alles zodanig te beredeneren, zodanig naar een probleem te kijken, dat niks groot wordt als een berg om tegenop te klimmen. Alles wordt makkelijk in het leven. Dat doet dus Bhagwan ki gungaan karna. Mori sudharahi so sabhati jas kripa nahi kripa yaghati. राम सुस्वामी को सेवक मोसो निज दिसि देखि दया
een grotere bhakt dan Tulsidas in de Ramchandranmanas kunnen we niet vinden. Tulsidas die heeft een heel epos geschreven in devotie voor Ram Bhagwan ji. Dus wij kunnen dan stellen dat een grotere bhakt dan Tulsidas ji is er niet. Voor mij in ieder geval, mijn Ram Charitmanas, Ram Bhagwan ji, bahut premium, hoe kan je zeggen. Dan is de Ram Charitmanas voor mij mijn leidraad. En alles wat erin staat, dat is voor mij heel belangrijk. En als ik dan de Ram Charitmanas neem, dan is Tulsidas ji een machtige dichter, een machtige schrijver. En hij presenteert zichzelf in deze vorm van bhakti als iemand die niks weet. Als iemand die geen kennis heeft van zaken, eigenlijk niet, hoe zeg je dat zo mooi? Hij is niet in staat om Bhagwan ji zijn roep, gun te beschrijven, zegt hij zelf. Maar wij weten veel beter, want wij hebben Ramayana in onze handen die vele eeuwen lang ons leven heeft beïnvloed, ten goede heeft beïnvloed. Wij zijn in Suriname geboren of in Nederland geboren, de volgende generatie. Onze voorouders hebben dit leidraad waar wij zo aan hechten, waar wij vandaag wijze lessen uit halen. Onze voorouders hebben dat meegenomen. Dus ik vind Tulsidas ji is dus machtig. Maar hij presenteert zich als een heel nederig persoon. Hij presenteert zich als iemand die niks weet, dat hij geen kennis heeft, dat hij niet weet eigenlijk wat hij doet. Dat is zijn grootheid. Dat is zijn nederigheid. Waarmee hij deze bhakti nu uiteen gaat zetten. Ik heb een aantal chakras hier bij de hand en daarin ga ik dat met u doorlopen. Tulsidas ji kehte hain, jo bhi doha hum padhe hain, Shri Ram ji meri bigdi hui sab tarah se sudhar lenge, jinki kripa karne se nahi aghati. Hij zegt, ik ben zo eigenlijk zo niks waard, dat dan nog Ram Bhagwan ji mij gaat omarmen. Hij gaat al mijn ondeugden wegnemen. Hij redt mij wel. Ram se uttam swami koi nahi hai. Groter dan Ram ji is er niemand, zegt Tulsidas ji. इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पागल किया है तुलसीदास जी से राम जी हेत आओ फॉर माय गसोर्ग एंड नू इक गा प्रोबेरे ओम राम जी मानस टू स्क्राइवन गाट हाय ओक फॉर माय सोर्गन वंट हाय सेड भगवान जी इज दयानिधि. Dayanidhi is iemand die ongeacht wat u bent, waar u vandaan komt, altijd zijn zegen over u verspreidt. Bhagwan ji wordt niet moe. Hij zegent dus iedereen en hij is nooit terughoudend in het zegenen van iemand. Dat is wat Tulsidas ji beschrijft. En dat is de Kundan, constant in deze bhakti-vorm. Hij gebruikt allerlei manieren, Tulsidas ji, om de eigenschappen van Bhagwan naar voren te brengen. En we horen hier dat hij alle problemen wegneemt. Hij is dayanidhi, hij kan op alle manieren en, ons zegenen. En wie wij ook zijn, hij zegent ons, ongeacht waar we vandaan komen.
लोक हुबेग सुसाही परीति विनय सुनत पहिचानत प्रीति गहि गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। तुलसीदास जी स्वयं थे लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। In ons geschreven zegt Tulsidas ji, staat beschreven dat in een samaj, wij mensen weten dat, ook onze wereld die beschrijft dat, dat als wij liefdevol ons richten tot Bhagwanji, dat die een, de liefde waarmee wij ons richten tot Bhagwanji, कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। Als we liefdevol ons richten tot Bhagwan ji, dat die liefde wordt herkend door Bhagwan ji. Bhagwan ji herkent onze liefde, onze devotie. Hij herkent ons daarin en dan duurt het niet lang voordat hij ons zegent. Amir Garib Gawar Nagar Nivasi Pandit Murk बदनाम यशस्वी भगवान उसमें अंतर नहीं देते। भगवान सभी को एक बराबर देखते हैं। हैं ऑफ यू आर्म बैंड ऑफ राइट बैंड ऑफ यू अनपंडित बैंड ऑफ इमांड नीट बलेस इज भगवान जी मान दार की ओनरशिप नहीं। भगवान जी कहें ना द डिफॉल्सी द लिफ्ट द वार में यू टॉप हेम रिफ बस वही मन से पुकारने की जरूरी है। मन से भगवान को पुकारे तो कुछ मुश्किल नहीं है, सब मिल जाता है। रीझत राम स्नेह निसो तो को जग मंद मलिन मति गमो तुलसीदास जी श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं। श्री राम जी पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दर्शक तुलसीदास जी, तुलसीदास जी अपने आप को इतने छोटे करके अपने आप को रामचरितमानस में पेश किए हैं। Hij zegt, ik ben gewoon zo onkundig eigenlijk. Hoe kan ik dit beschrijven? Maar Ram Bhagwan is natuurlijk, Dayanidhi hebben we net gezien. Hij kijkt naar de liefde die zuiver en puur is. De liefde waarmee wij hem aanbidden. De liefde waarmee we zijn kwaliteiten bezingen. Daar luistert Bhagwan naar. Dus als u uw liefde zuiver en puur tot hem richt, dan luistert Bhagwanji zeer zeker. Sakha sevak ki priti ruchi rakhiya hi ram kripal upal kiye jan jan jehi sachiva sumati kapibhal visva bharana poshan सेवक तुलसीदास भी स्वर्ण पोषण कर जोईता कर नाम भरत सोई। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, सब लोग मुझे श्री राम जी के राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। Hebben we het, ik heb mijn man die baat neergelegd bij u, dat ik Tulsidas die ook machtig vind.
En dat zegt hij eigenlijk een klein beetje ook. Hij zegt, iedereen zegt dat ik de grootste seerop van Ramji ben. En hij vindt het leuk. Hij zegt van, zonder schaamte omarm ik dat. Dat men mij de grootste bhakt van Ramji vindt. Wie wil dat nou niet? Iedereen zou dat willen, toch? Dat we zeggen van, ik ben de grootste bhakt. Maar ja, uslaaien we naar hen. Om te zeggen, ik ben de grootste bhakt, moeten wij ook die daden verrichten. En dat zeg ik, misschien zegt Gwanji, wie ben jij om dat te zeggen? Maar onze Chompais zeggen wel in welke vorm we bhakti kunnen doen. En het is aan u om uw voordeel daarmee te doen. तुलसीदास जी भी कहते हैं मैं बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ और कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ ऐसे ik ga er ook niet tegen in als men mij roept of aanduidt als de grootste bhakt van Ramji dan ontken ik dat ook niet want dat is natuurlijk leuk om te horen कृपालु श्री रामजी इस निंदा को सहते हैं. Ik zeg net, het is leuk om dat te horen, maar Tulsidas die ziet dat dus eigenlijk als een ninda. Hij vindt het aan de ene kant goed, hij gaat er niet tegenin, maar desondanks, hij maakt zich zo klein, hij maakt zich zo nederig. En dat is eigenlijk ook een rode draad in deze vorm van bhakti. We doen Bhagwan ki gungan. Maar we doen het vooral voor Bhagwan. We doen het niet om de wereld te laten zien. Want als we anderen willen laten zien wat we kunnen, dan is dat niet zuiver, dan is dat niet puur. Want dan willen we het doen om indruk te maken misschien. En dan is meer in daad projecta, komt er een vlek op. En dat is wat in deze Chompai Tulsidas die eigenlijk ook bedoelt. Bhagwan, hij vindt dat Bhagwan die naar de Mindas gaat luisteren. Dat we roddelen eigenlijk. Als Tulsidas die wordt verheven naar als de grootste bhakt, zegt Tulsidas die, hij ervaart dat eigenlijk als Minda. En hij vindt het erg dat Bhagwan die dat moet aanhoren. Dus eigenlijk is deze vorm van bhakti jezelf zo klein mogelijk maken, wat Tulsidas die ook doet, om grote effecten te bereiken. Ramji ke sevak ban kar seva karte raho aur har ki ichha mat karo. Dat is ook wat eigenlijk uit deze Chompai een beetje naar voren komt. Dat Tulsidas die het voorbeeld geeft dat hij zo groot is dat hij machtig epos kan schrijven over het leven van Ram Bhagwan ji en dan nog zo nederig en klein presenteren. Is een voorbeeld voor ons. Suni avaro ki suchita chakha chahi bhagati mori mati swami sarahi kahat na sahi hoi राम जानी जन जी की रति न प्रभु जित चूक किए की करत सुरति सय पार लिए की जेनी अघ बधे मु ब्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई की ही कुचाली. In deze doha's worden voorbeelden aangehaald van dat wij als bhakt soms fouten maken. En desondanks omarmt Bhagwan ji ons als wij weer met zuivere, pure devotie ons tot hem richten. De fouten van een bhakt, Bhagwan ji onthoudt dat allemaal niet. Omdat wij met pure liefde tot Bhagwan ji richten. De fouten, die negeert hij, dat ziet hij niet. Want
Bhagwan die is er om ons keer op keer herhaaldelijk te vergeven, als we ons weer als conciliatie klein kunnen maken, onze ego opzij kunnen zetten, als we net als conciliatie grote werk kunnen verrichten zonder onszelf op een presenteerblaadje naar voren te schuiven van kijk, dit kan ik. Nee. Laten we onze karma blijven doen, de goede daden verrichten en de phal die laten we, de vruchten die we willen krijgen, de zegeningen die we willen krijgen, dat kunnen we overlaten aan Bhagwanji. Dat komt wel als de tijd daarvoor rijp is. Prabhuta rutar kapidara para te kiye aahu saman tulasi kahun ram se sahib sil nidhan vishwa bharan poshan kar joi Tulsidas ji kehte hain प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहां मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहां पेड़ों की शिखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शीर निधान स्वामी कहीं भी नहीं है उनके जैसे। हमारे रामचरितमानस में हम जानते हैं वानरों का सेना है। वानरों के सेना का कितने कहानियां हैं निकाल सकते हैं हम, उससे पढ़ सकते हैं, सुने आए हैं। एक ऐसी कहानी गुरु जी बताते हैं कि राम भगवान जी पेड़ के नीचे बैठे हैं और पेड़ के सभी डालियों पर बंदरों बैठकर खा पी कूद रहे हैं और भगवान जी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सोचें भगवान जी परम पिता परमेश्वर है और वे नीचे बैठे हैं और उनके ऊपर हम बैठे हैं तो वो थोड़ी अनादर की बात है ना। इन्होंने से हम चलित मानस रेसुवर नतुरक दैट वी द हैड लेगर फ्रॉम द आपल हैव एंड राम भगवान दी हैज een hele hoofdstuk is er vol mee beschreven, heeft hulp van de apen gehad om Sitama te bevrijden uit Lanka. En er zijn vele verhalen, vele leuke verhalen. En een van de leuke verhalen die hier in deze praktievorm wordt aangehaald, is het verhaal van dat Ram Bhagwan die op een dag onder een boom zit. En op alle takken van die boom, dat de apen zitten, eten, hangen, springen. Als we bedenken dat Ram Bhagwan ji Parampita Parmeshwar is, dat hij de allerhoogste is. En hij zit ergens beneden en de apen boven op zijn hoofd springen en eten, takken laten vallen, ondeugendheden uitvoeren. Dan is dat eigenlijk een beetje disrespect, zouden wij zeggen. Maar Ram Bhagwan ji die zegt nee, dat is geen disrespect. Ram Bhagwan ji die heeft de kwaliteit in zich om iedereen gelijk te maken. Hij maakt iedereen gelijk, niet te maken, maar zal het niet gaan doen. Voor Ram Bhagwan zijn wij allemaal gelijk. Als wij maar met devotie ons tot hem richten. Ook al richten wij ons niet tot Bhagwan. Ik noem Ram Bhagwan, maar wij kunnen natuurlijk per maat met verschillende gedaantes aanschouwen. Nu is Durga mij ook dagelijks aan het zegenen achter mij. En u mag daar ook getuige van zijn. U mag haar aanschouwen. Wij vieren Navratri. Deze dagen vereren we Paramatma in de vorm van de oerkracht. Van moeder Shakti. Van Maja Dambe.
Maar Bhavani, welke vorm wij ook Paramatma aanroepen, Paramatma maakt iedereen in die vorm met zichzelf gelijk. Voor hem, voor haar, in welke vorm dan ook, is er geen onderscheid. En dat komt tot uiting in deze doha die wij hebben gelezen, dat Bhagwanji beneden onder een boom zit en de apen boven hem hangen. En Bhagwanji heeft er geen last van. Hij vindt het alleen maar leuk, want hij ziet iedereen als één met zichzelf. En Tulsidasji zegt, ki Shri Ramchandra ji salikhe of Shir Nidhan Swami hai. Bhagwan ji, waarom kan hij iedereen gelijk met zichzelf plaatsen? Omdat hij een bescheiden personificatie is, wil ik eigenlijk zeggen. Hij is simpel, hij is bescheiden, hij loopt niet te koop met zijn eigenschappen. Wij zijn degene die over zijn eigenschappen praten. Bhagwanji zelf, die kan alles, maar hij zal het nooit over opscheppen. Hij heeft het nooit over opgeschept. Hij heeft zich overal waar hij gevraagd is naar zijn heldendaden, heeft hij zichzelf ook heel klein gepresenteerd. Want hij laat het over aan de Bhag om over zijn goen te praten, om over zijn goen na te denken, om die toe te passen in hun leven. Ehi vidhi nija guna dosha kahi sabahi bahu bahuri sirunai varana Sunikali kalushana sai bi swabharana poshana karayoi Thakara nama bharata soi. Tulsidas ji zegt verder, is prakar apne gun dosho ko kahekar aur sab ko khir sir navakar main Shri Raghunath ji ka nirmal yash varnan karta hu. जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं. De kwaliteit van Bhagwan ji beschrijft Tulsidas ji in deze doha, maar ook wat Ramcharitmanas voor de mensheid gaat betekenen. Hij heeft zichzelf heel nederig gepresenteerd. Hij heeft zichzelf zo klein gemaakt, Tulsidas ji, en hij zegt: ik buig in de voeten van Bhagwanji, waarover ik ga schrijven. Ik buig in zijn voeten. Daarmee vraagt hij natuurlijk zijn zegen, zijn ashirwaad van Bhagwan Ramji, vraagt hij de ashirwaad. We hebben van de week ook al gezien waarom we moeten buigen. We leggen onze ahankar, onze hoogmoed, opzij door te buigen. Door onze hoofd naar beneden te buigen, leggen wij onze hoogmoed opzij en maken we onszelf nederig. En dat doet Tulsidas ji nu ook. En hij zegt het effect de katha die ik ga beschrijven, het effect wat dat gaat hebben, is dat hij in de Kaliyuga periode ieders slechte eigenschappen, ondeugden, gaat wegnemen. Nashta ho jate hai usko sunne se. Het verdwijnt. Door katha's te luisteren, door de Ramcharitmanas te lezen, verdwijnen al onze zorgen en ondeugden. Jasa kachu bidhu viveka bala mere, tasa kahi haohi ya hari ke prere. निज संदेह मोह भ्रम हरनी करो कथा भव सरिता तरनी विश्व भरन पोषण करयोहि तातर नाम भरत यस होइ. तुलसीदास जी कहते हैं, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से
उसी के अनुसार कहूंगा. I said alles wat ik in me heb, de kennis die ik heb, het denkvermogen wat ik heb, daarmee dat in mijn hart nemen, met dat in gegeven ga ik de ruimte niet maans. Ja, hij zegt Kabunga, dat gaat hij zeggen. Hij heeft het natuurlijk opgetekend voor ons. Mij agnesan degen, agyan, al brahmko harne wali katha rachta hu. Jo sansar rupi nadi ke paar karne ke liye naav hai. Tulsidas ji zegt, ik schrijf dit verhaal voor mezelf. En waarom schrijf ik het? Om mijn twijfel. Hij zegt om mijn twijfel, om mijn onkunde. Sandeh betekent twijfel. Agyan, mijn onkunde die ik heb. Ik weet het niet, zegt Tulsidas ji. Alubham en de misverstanden die ik heb. Om die weg te nemen, ga ik de Ramcharitmanas schrijven. En dat is ook van toepassing op ons. Wij gaan dat natuurlijk niet schrijven, maar door het lezen van de Ramcharitmanas nemen wij alle twijfel, onkunde en de misverstanden die er zijn in ons leven weg. Ram katha kali kamad gai sujan sajivani muri suhai soi vasudha tal sudha tarangini bhaya bhanjani bhram bhek bhuangani. Tulsidas ji zegt verder, Ram katha kali yug mein sab manoratho ko purn karne wali kamdhenu gau hai और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है. इन द कलयुग पीरियड इज द राम कथा het middel om alle verlangens te vervullen. Het is de kaamheenu gai die alle wensen vervult. Dat is राम कथा in deze कलयुग पीरियड. पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है. Op aarde is dit door middel van Ram Katha, daar hebben we volgens mij van de week ook al even over gehad. Het is het stromend water. Dat is de Ram Katha op aarde. Het stroomt door ons leven. Als we de deugden uit de Ram, wijndraad uit de Ram Charitmanas in ons leven toepassen, dan stroomt het in ons leven. Dan is dat het levende bewijs van dat wij van klein groot kunnen worden in onze daden. We jatman malaka rupi bhaika nash karne wala hai. Het verlost ons van de cyclus van leven en dood. Bhram rupi medhak ko khane ke liye sardini hai. Is een beeldspraak. Bhram is de misverstanden die we hebben. Dat gaat allemaal weg door Ram Katha te luisteren. Siva priya mekala saina sutasi sakala siddhi sukha sampati rasi sataguna suraguna amba anitisi raghubara bhagati prema paramitisi. Tulsidas ji zegt verder, यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है. ओ शिव भगवान दी लुइस्टर नार राम कथा एंड इट इज हिम एव हाई हाउट इट एवरीथिंग फ्रॉम अस फ्रॉम द नर्मदा रिवर. यह सब सिद्धियों को सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है. Alle siddhis die we kunnen verkrijgen in, in het leven, alle goede eigenschappen die we kunnen ontwikkelen in ons leven, door mantraja, door bhakti, Ram Katha die vervult al die, die maakt het mogelijk. Satagun rupi devtaon ke utpanna aur palan poshan karne ke liye mata aditi ke saman hai. Ram Katha is gelijk aan Mata Aditi, die
deeltas tot baby's heeft gemaakt en hun heeft verzorgd. Dus Ramkatha die voedt ons met de eigenschappen waarmee wij groot moeten worden. Groot moeten worden in goede daden. Shri Raghunath ji ki bhakti aur prem ki param sima si hai. Het is de ultieme middel, zeg maar, om Ramkatha, Ramji Sankripa te verkrijgen. Mijn excuses, ik zie dat het al 7:30 is. Mag ik nog doorgaan? Ik kan, u kunt niet antwoorden, sorry, ik zie het niet. Amso Pacha, draag je? Tik, mij Pura kan doen? Pura kan doen. Ramacharita Chintamati Charu Santa Sumati Tiya Subhaga Sigaru Jagamangala Guna Rama Rama Ke Dani Mukuti Hana Dharma Dhamma Ke. Tulsidas ji schrijft verder, Sri Ramchandra ji ka charitra. वो सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है, so boy. राम श्री रामचंद्र जी का चरित्र, sein Charakter, ist der Schringar von सुबुद्धि रूपी स्त्री, een vrouw, het wordt vergeleken met een vrouw die सुबुद्धि, die goede gedachten heeft. Dat is het karakter van Sri Ram Bhagwan ji. Dat hij alleen maar goede eigenschappen dus bezit. Sri Ram Chandra ji ke gun samuha jagat ka kalyan karne wale aur mukti, dhan, dharma aur param dham ke dene wale hain. The bhakti diva for Ram Bhagwan ji hebben. Die geeft ons mukti, geeft ons rijkdom. In verschillende facetten. Dhan is niet alleen in de vorm van materiale geld, maar dhan kan ook zijn dhan van goede eigenschappen. Dharma, het leert ons op het juiste pad te lopen. Het leert ons de goede dingen in het leven te doen. Ook param dham ke dene wale hai. Param dham, wie wil de param dham niet? De param dham is een dagje plek hebben in Bhagwanji's dham, bij Bhagwanji, één worden met Bhagwanji. Dat geeft de Ramkatha, dat geeft de bhakti, dat geeft de gungan doen van onze shastras. Satguru gyan virag yoga ke vibhudha vaid bhava bhima rog ke janani janak siya rama prem ke bij sakal vrat dharm neem ke. In deze chapai wordt gezegd, Ramkatha geeft aan ieder wat hij of zij nodig heeft in het leven. En we hebben gezegd, het is de leidraad van het leven. Het geeft kennis, het geeft rust, het neemt ziektes weg. Het is het medicijn. En dan kunt u zeggen van, ik doe Ramkatha deze, maar mijn ziektes verdwijnen niet. Bhagwanji die neemt de ziektes niet weg, maar Bhagwanji geeft de kracht om het aan te kunnen. Want wat we in ons leven zijn, het is duidelijk, denk ik ondertussen, als u regelmatig onze katha's luistert. We zijn het product van onze karma's die we hebben verricht. Alles wat wij meemaken, dat moet zo zijn. Die moeten we doorstaan. We kunnen het voor onszelf verlichten door een van deze 9 vormen van bhakti in ons leven te accepteren, te gaan doen. Waarmee we onze, ja, hoe zal ik het zeggen, de effecten ervan, de pijnen die we hebben, het onbegrip wat we hebben, wat we niet begrijpen waarom het ons overkomt. Bhagwanji leert ons om daarmee om te gaan. Het geeft ons kracht om het in het juiste perspectief te zien. En dat wordt hier bedoeld van dat het de medicijn is. Het is de vader en de moeder
van het ontwakende liefde voor Ram Bhagwan Ji en Sitama. En het is het oorsprong van het leven. Het is een leidraad, Ramcharitmanas is een leidraad voor het leven. Dus het geeft ook aan dat er ergens een begin is waarmee wij een basis hebben om in ons leven toe te passen. En met dat basis groeien we door in het leven bhakti te blijven doen. Je leert iedere dag iets erbij. In één keer Ramcharitmanas lezen, niemand zal er iets van begrijpen. We kunnen het miljoenen keer lezen en nog zullen we misschien niet alles kunnen doorgronden. Maar dit zijn de kleine houvasten die we mee kunnen nemen. Iets meenemen waar we verder over nadenken en verder over informatie over opzoeken. Proberen te omarmen om ons leven beter en leuker te maken. En ons leven kwalitatief goed te maken. Want als ons leven kwaliteit heeft met de juiste dingen in het leven, dan zijn we gelukkig. Dan kunnen wij bestaan zoals we wensen. En dan kunnen wij met onze goede eigenschappen ook het verschil maken in onze omgeving. Deze vorm van bhakti vandaag, die geeft ons een houvast om door middel van Bhagwan's kwaliteiten te bezingen, onszelf te vullen met diezelfde eigenschappen waarover wij Bhagwan Ji eren. We kennen een heleboel stotras, we kennen een heleboel verses. Omarm iets wat u raakt, omarm een vorm wat u, wat bij u past, wat bij u goed voelt en verrijk uw leven. Ik hoop dat ik u vandaag in deze wijsheden iets heb mee kunnen geven, dat u iets meeneemt om toe te passen. En morgen hebben we wederom een dag, het is alweer de vijfde dag morgen, of de zesde dag alweer. Is het de zesde dag morgen? Ja. Oké, okay. Ik leef in een cocon deze dagen. Wederom bent u welkom morgen om af te stemmen. Sorry, vandaag ben ik heel erg uitgelopen, maar er is dus zoveel te vertellen. Ik ga mijn leven beteren. Ik ga morgen proberen beknopter te zijn en u mee te nemen in de volgende bhakti. Ik wens u een hele fijne avond toe. Aap sabko hamare saath joye bahut bahut dhanyawad. Maafi chahti hu ki aaj bahut lambi samay aap mere saath jude rahe aur itna mahaan granth ke dwara aapko kuch batane mein jo main koshish kari hu. आशा रखती हूँ कि कुछ उसमें से आप निकाल कर अपने जीवन में जरूर उतार सकेंगे और माता भगवती की कृपा ऐसे ही बनी रहे सब पर और हम एकजुट होकर जो माता भगवती की प्रार्थना करते हैं वो पूरे विश्व को सनातन धर्म से भर दे यही कामना के साथ ये कथा मैं कोशिश कर रही हूँ करने के लिए माँ भगवती सबके प्रार्थना सुने खास करके जो महामारी की बीमारी फैली है उसको नष्ट करने के लिए माँ सब पर कृपा करें तो कल हम फिर से मिलेंगे और कोशिश करूँगी पांचवी भक्ति पर कुछ विकास लाने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभ रात्रि जय श्री राम जय माता दी जय श्री राम जय श्री राम